Een kleine groep mensen heeft zich vanmorgen verzameld op het Oud Vlaggenplein om te bidden voor land en volk. De situatie waarin Suriname zich bevindt was voor de aanwezigen reden om God aan te roepen om ons land bij te staan. Er is ook gebeden voor de regering dat zij troost en vrede krijgt om die door te geven aan het volk. Dat we nu in vrede moeten leven. Geen onmin. We moeten samen bundelen. Want u bent de machtige God die ons alles geeft. Vader, we zijn vanmorgen opgestaan met uw kracht en uw zegen. En we zijn u heel dankbaar daarvoor dat u ons dat heeft gegeven. Heer, wij vragen u, geef u ons de kracht, de woorden die u voor ons zet om te bidden. Dat hebben wij nodig, het land heeft het nodig. Surinamers hebben gebed nodig. En iedereen, als je 's avonds naar bed gaat, bid. Als je 's morgens opstaat, bid. Je kan de hele dag Gods naam roepen. Hij staat je bij. Hij is altijd naast je. Hij gaat je nooit in de steek laten. Daarvoor bidden wij. We bidden voor de regering, alle 51 assembleeleden, dat ze hun werk goed doen. Want zo kunnen wij ook verder gaan met ze als we bezig zijn. Al dus indrukken van de kleine gebedsceremonie op het Oud Vlaggenplein vanmorgen. De kleine groep wilde door middel van gebed aandacht vragen voor de economische situatie van het land.